Strijders, welkom bij een nieuwe video. We hebben een nieuwe serie. Jawel. Ja. We hebben er lang op moeten wachten sinds Koning Vlap. Maar soms is het gewoon tijd voor wat nieuws. Je moet af en toe de relatie, de sleur, even doorbreken. Bij onze relatie met FIFA 22 uiteraard. Ja, goed, als u denkt dat het onze relatie redt, dan laten we maar proberen dan. Elk weekend speel ik nog wel trouw, een weekend leakje, maar sinds die weghorstkaart in de game is, droom ik eigenlijk alleen nog maar over Wout. Maar Wout heeft het moeilijk, Burnley heeft het moeilijk. De coach ontslagen. Degradatie dreigt voor Burnley. En dus gaan wij Burnley en Wout Woodrow Weghorst naar grote hoogte laten stijgen. We zullen ervoor moeten strijden. Maar met dit team gaan wij beginnen aan de nieuwe serie. Dit is gewoon een basic gouden ploegie. Met King, Legend, Verdette, Weghorst in de spits. Voor alle autisten onder ons zal ik hem gelijk nog wel even spits maken. Hier, kijk. Maak nog iemand blij. Voor 1600 punten. Hoppatee. Spits. Spits Weghorst. Wij gaan vandaag beginnen met Weekend League Playoffs met dit teampje. Maar elk doelpunt van Weghorst betekent dat ik een kaart om hem heen mag upgraden met 1. Dus als ik score met Weghorst, mag ik ervoor kiezen om deze kaart een 77 rated kaart te maken. Bij elk doelpunt. Als we de Weekend League halen, dus 4 wins bij de playoffs, dan mogen we een special card toevoegen van maximaal 50k. Uiteraard hoeft het geen Burnley ploeg te blijven. We gaan gewoon vanuit Burnley naar een Champions League waardige ploeg. Vanuit de degradatie naar de hemel. Elke rang hoger dan die 4 wins bij de playoffs is een upgrade naar keuze van jullie. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. We zullen er echt voor moeten bikkelen, want laten we eerlijk zijn, met dit team 4 wins halen is nog niet zo makkelijk, denk ik. Even een heel kort voorstelrondje. Nick Pope, die kennen we allemaal. Voormalig glitchkeeper. Matthew Loughton. James Tarkowski. Tarkowski, zoals die Engelsen zeggen. Zal ergens wel Pools of Russisch bloed hebben. En 2 hele goede flaporen, maar dat maakt niet uit. Dit moet toch echt onze leider van de defensie worden. Dit is gewoon onze Paski eigenlijk. Paski stond bij ons ook centraal achterin. Heeft ook een klein beetje flaporen. Hij lijkt wel een beetje op hem. Ook Pools bloed. Deze noemen we gewoon Paski vanaf nu. Dan hebben we hier geen MMA fighter, maar wel Ben May. Of me. It's me. Dit is onze tweede verdette na Weghorst. Heeft natuurlijk ook wat special cards. Maxwell Cornet. Dan hebben we Josh Brownhill. Jack Cork. Ashley Westwood. Jeetje, Mina, wat een slecht middenveld. Dan deze man, natuurlijk, oud-eredivisie-speler. 4-star, Johan Berg Gudmundsson. En aan de andere kant, naast Wout Weghorst, Dwight McNeil. Linkspootje, 3-sterren skill, fenomenaal. En dan is dit de ploeg. Man, wat halen we onszelf op de hals. Maar dit kan leuk worden, duimpje zou gewaardeerd worden. We gaan beginnen. Maar niet voordat ik jullie wil vertellen dat die oranje caps op 39 caps weer beschikbaar zijn. We hebben volgende week alweer Koningsnacht en Koningsdag. Sta ik eigenlijk nu pas bij stil. En die oranje cappies, die kun je natuurlijk op Koningsdag heel goed gebruiken. En het voordeel is dat je hem straks kan recyclen. Je kan hem gewoon hergebruiken. Tenzij er echt heel veel bier over je pet is heen gekomen. Maar je kan hem hergebruiken straks met het WK in Qatar. Als je er nou 2 koopt, heb je gratis verzending. Gunstig. Klein tipje van de zaak. Dat is dat. Daar gaan we. Ja, daar gaan we. Goed. Jongens, dit wordt leuk. 4-2-3-1. Dat is de formatie die we gaan spelen. Met natuurlijk Woodrow als eenzame spits. En ja, dat geweldige elftal erachter. Ik kies ervoor om een beetje terughoudend te spelen. Jullie snappen wel waarom. We hebben weinig snelheid achterin. Je wil niet te makkelijk op de counter gepakt worden. En ja, voorin wordt het gewoon zo snel mogelijk alle ballen op Woutje. Op Woodrow. Met het logo en de shirts van Burnley natuurlijk. Tegen dit soort teams. Jongen. Nu ik het weer terugzie, denk ik, oh ja, wat ziek eigenlijk dat we tegen dit soort teams moeten. Met gewoon die, wat is het allemaal? Fat Birthday, Sergio Ramos, Flashback Varane, Player of the Month, Mbappé. Het is gekkenhuis. We komen ook al heel snel 1-0 achter en we komen hier heel goed weg. Echt even overleven. Tarkowski die wint daar in de lucht. Dat is me wel een speler hoor. Jullie zien natuurlijk bijna alleen maar de goals en wat kansen aan mijn kant. Maar achterin wil ik nu gelijk alvast even duidelijk maken dat Tarkowski, of Tarkowski, maar ik noem hem liever Tarkowski. Vind ik gewoon net wat lekkerder klinken. Tarkowski is een fenomeen. Gudmundsson is dramatisch. 4-sterren weakfoot, maar dat zie je niet terug. Ja, en Woutje, Omen Woodrow, die is hier gewoon echt aan het vlammen. Tweede goal al. Betekent dus dat we 2 upgrades in de pocket hebben. Maar daar nemen we geen genoegen mee. We willen gewoon winnen. We willen die Weekend League halen. En dus kijk even. Holy fuck. Korte hoek, groen getimed. Vlammen met die handel. Iñaki Williams is wel iets te snel voor onze 2 fenomenen centraal achterin. Maar ondertussen voetballen we redelijk. Gudmundsson kan alleen heel erg weinig. En hier leveren we 1 keer een bal in onder druk. Slecht gedaan. En dan is Iñaki weer te snel en staan we weer achter. En dan kun je het eigenlijk wel op je buik schrijven dat je die eerste pot wint. Zeker als je dit soort ballen gaat missen op de paal, Wout Weghorst. Verdomme. Maar we geven niet op. Natuurlijk niet. We blijven strijden. Kom op, hé. McNeil, Weghorst. Ah, het wil niet. Hij gaat er niet in. En dan lijkt het echt voorbij. Maar de aanval loopt door. Gudmundsson. Nee. David De Gea. Hoekschopje dan. Cornet slingert hem voor. Tweede paal. Die May of Me. En ook deze gaat er niet in. Het is echt ongelofelijk. Maar dan dit. McNeil slingert hem voor. En hoe. En bam. En goal. En 4-4. 4 upgrades in de pocket. En in de verlenging. Croquetta. Weghorst. Goal. 5-4. Niet normaal. We zijn aan het bikkelen, jongen. Echt waar.
Dit is ook gewoon leuk op deze manier. Weghorst, Dragbacky. Oh, dan zit dit ook mee. Dit is ook een scheidsspel. Dit is ook een delay. Dat maakt helemaal niet uit. Maar wel 6 upgrades. We kunnen deze ploeg dus hierbij hop, op 6 plekken aanpassen, verbeteren. 76 naar 77 Walker Peters. Hier 80 Nkulu. Dan Lanzini. Deze man, Jean-Philippe Gbamin. En op de buitenkant Theo Walcott. Good old Walcott. En deze Jack Harrison van Leeds. Fenomeentje, een beetje een gladde jongen, maar volgens mij wel een leuke speler. Ik denk wel een van de publiekslievelingen daar bij Leeds. En dan hebben we dus ineens een totaal andere ploeg. Zo snel kan het gaan. Dat is het leuke van deze serie. En Weghorst blijft maar aan de lopende band gewoon ballen binnenvlammen. Ook in deze tweede pot. En ook zijn linkerbeen is vrij sterk. Hier gaan we gewoon weer naar zijn rechter, bal op de lat. Maar hij is gewoon best wel compleet. Het is een soort Zlatan zonder 5 tegen skill. Kijk, dit soort acties. Het slaat helemaal nergens op eigenlijk als ik het terugzie. Wat een zieke goal. Echt gestoord. Hier op langs de keeper, want hij kan ook gewoon prima dribbelen. Hij kan prima dribbelen. Goeie dribbling. We winnen weer. En wat was het nou? Was het nou 3-0 of 4-0? Volgens mij was het 4, hè? In elk geval, dit zijn de aanpassingen. Walcott gelijk geüpgrade naar Traoré, want Walcott was echt dramatisch. Ook Milner daar nog. 1-star weak foot trouwens van Traoré. Wie hadden we verder? Lanzini hadden we al. Nou ja, jullie zagen de upgrades. Als je het gemist hebt, oh ja, deze Soumaré van Leicester volgens mij. Ja, we spelen weer tegen een beestachtige ploeg met allemaal Team of the Years achterin en zo. Maar ja, we hebben zelf ook best wel een leuk elftalletje. En als je het een beetje simpel houdt en gewoon Weghorst opzoekt, dan kun je een heel eind komen. En hier Traoré met rechts. Natuurlijk! Hartstikke idee. We winnen gewoon. Of waren er geen Team of the Years in deze ploeg? Ben ik in de war met de volgende pot? Zou kunnen. Nee, het was wel die, hè? Ik weet het ook niet. Dit is ook wel weer een redelijk teampje. Ja, vergeleken met onze ploeg is alles goed. Maar we zijn wel echt on a roll. We zijn aan het vlammen. Hier is Jack Harrison. Goeie assist, zou je zeggen. Maar dan wil ik het te mooi doen. Of ja, ik weet het ook niet. Boutrou heeft het een beetje te hoog in de bol gekregen. En hier scoort hij niet met Rooney, maar wel met Neymar. 1-0 achter dus in onze vierde pot. En Bertje met een goede actie. Bertrand Traoré. Hop. Lateral heel to heel. Maar die bal wil er niet in. En Mbappé lanceert dan Ben Yedder. En dan doe ik dat niet zo heel slim met Pope. En staan we 2-0 achter. Hartstikke lastig allemaal. Traoré vindt dan wel Lanzini. Lanzini. Hop. Goede schijnbeweging. En de goal. 2-1. We zijn terug in de wedstrijd. Geen upgrade daarvoor voor dat doelpunt. We staan ook gelijk 3-1 achter. Alleen een upgrade als we met Weghorst scoren. En dat gebeurt hier gelukkig nog wel. Dus we verliezen wel met 3-2, omdat dit balletje van Lanzini niet goed gegeven wordt. Maar we mogen wel iets upgraden. En vanwege dat laatste balletje gaan we gewoon die Lanzini gelijk weer upgraden naar 78 Juan Mata. 55 pace, ook niet best, hè. Maar goed, 3-1, niks aan de hand. Dit is ook wel weer een aardig team. Hij had natuurlijk heel veel spelers op een verkeerde positie staan. Maar wel een goede ploeg, alleen doet hij niks. Free winnetje in de 8e minuut. Prima, 1 doelpunt voor Weghorst. En het allerbeste nieuws, 17 punten, 4 overwinningen, betekent dat plaatsing voor de Weekend League ons niet meer kan ontgaan. En dus, Cornet, ik kies ervoor om hem te upgraden naar een special card van maximaal 50k. Dat was de regel, als je de Weekend League haalt. En ja, daar komt dus die Rule Breaker Cornet. En voor het doelpunt van Weghorst mocht ik ook nog iemand upgraden. Wat hadden we daar nou ook weer gedaan? Ik heb het nu even gemist op het middenveld. Oxlade Chamberlain, volgens mij. Dat was het, ja. Dus, Milner, Chamberlain, Mata. Is dat dan nu de middenlinie? Of was het Milner juist die naar Oxlade-Chamberlain? Volgens mij was dat het. Ik weet het ook niet. Doet er niet toe. Hier is Jack Harrison. 1-1 is het. Goeie voorzet. Maar Ndika, die heeft hem. Traoré, goede bal. En kijk die Harrison. Wat een vernuftig kopballetje. Redding Areola nog wel, maar Harrison maakt er alsnog 2-1 van. Ook daar dus geen upgrade voor ons. Maar toch, dikke prima. Hier de rebound voor onze tegenstander. In een lastige, taaie pot. 78ste minuut. James Milner. Weghorst met de pirouette. Beetje mazzel, beetje glitchy, maar hij kan dat. En dan is het schot helaas, net een metertje te ver naar links. Komen we hier achter, omdat Cornet nota bene de 3-2 maakt. En dan verliezen we dus wel opnieuw. Echt doodziek van. Dat was niet nodig. Het was een pittige pot, dat wel. Maar helaas, een nederlaag. Wel weer een upgrade natuurlijk. GG's, you're really good. Ah, dat is heel lief. Saint-Maximin, die gaat op links spelen in plaats van Jack Harrison. Toch een mooie upgrade. Uiteraard. Een heel lief berichtje van onze tegenstander. Dat doet ons deugd. Komen we tegen een Nederlander. En die scoort gelijk met Bebou. Toch ook wel een fenomeen op ons kanaal. Vanwege die Weekend League toen. Met dat Bundesliga teampie. Maar Weghorst, ja, wat een lekkere actie was dat ook weer. Maakt er gelijk 1-1 van. Dan is dit een hele vervelende run. Een hele vervelende kick-off. Die verkeert te goed. Ik niet goed verdedigd. En dan is het gelijk 1-2.
verschrikkelijk. Maar ik wil wel gewoon nog een beetje blijven winnen, want anders wordt het toch wel een beetje problematisch allemaal. Met zo'n team kun je natuurlijk echt de Weekend League niet in. Maar Matta, kijk even. Lekker paasje. En Weghorst, natuurlijk. Natuurlijk. Die kun je wel om een boodschap sturen. Wout Weghorst, kilt hem. Dan gaan we gewoon door. Juan Matta kan eigenlijk heel erg weinig. En dat zie je hier. Dat zie je hier. Hartstikke zwak. Die gast verliest echt elk duel. En het blijft 2-2. Maar niet voor lang, want in de tweede helft. Ho, 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 ho. 3-2 Weghorst. Sta ik te slapen. Ik was mijn statistiekjes nog aan het invoeren. Knijterdom. Maar kijk, Tarkowski. Dan toch een keertje op beeld. Goed om even te laten zien. Maar die Tarkowski jongens, echt waar. Die blijft voorlopig nog wel even in de ploeg. Ook omdat het een Burnley speler is. Cornet, Pope en Tarkowski vind ik eigenlijk wel een beetje... Ja, gewoon een beetje... Spelers die het einde van deze serie gewoon moeten halen. We hebben nu ook officieel het aantal punten. En natuurlijk, tijd voor upgrades. Cash gaat op rechtsback spelen. Deze Rodrigo gaat op het middenveld spelen. Net als Scott McTominay en Dele Alli. 4 upgrades, klopt dat? Dat klopt. En ik vond dat het ook wel tijd was om onze Tarkowski eventjes een shadow card te geven. Dan komen we weer tegen een ongelofelijke beestenploeg. Oh, en hier, heel lelijk, wel 1-0. Niet de goal van Weghorst helaas. Was het Traoré of was het Cornet? Ik weet het even niet meer. Het doet er op zich ook niet heel veel toe. In elk geval is het 2-0 via Weghorst zelf. En Weghorst, jongens, wat een kaart is dat toch? Het is echt niet te geloven. Jullie zagen dat team, hè? 3-0 na 9 minuten. Het is echt ongelofelijk. Weer gewonnen. Weer goals van Weghorst. Het gaat allemaal hartstikke snel met die ploeg alleen op deze manier. Nu op rechtsback. Emerson, die Cash heeft er niet lang gespeeld. En op rechtsbuiten Jared Bowen. In plaats van Traoré. Dus die is eruit. Dan komen we tegen dit soort teams. Het is echt... Ja, het is eigenlijk gênant. Messi, 8e minuut. Dan mag het op zich wel 1-0 worden. En dat wordt het ook via Mbappé. Maar we geven niet op. We geven ons gewoon nooit gewonnen. En Weghorst neemt hem heel lekker mee. Ramos is dan gezien. En dan maken we hem. Gewoon een keer met links. Kan ook. Dit is triest, hè? Oh, dit is laf met dat team. Ik was het alweer vergeten, maar ik word gewoon weer boos. Helaas. Die goal van Weghorst tel ik dus ook niet. Want ja, is gewoon vervelend. Die pot telt niet. En dus gaat dat doelpunt ook niet door. Geen upgrade. Dan komen we in de, ja, in de soort van pot 9.2. Want dit is de tweede keer dat we pot 9 spelen. Komen we achter. Maken we gelijk. En komen we weer achter. 1-2. 1-3. Via Jonathan David. En dan gaat het hier helaas toch even hard. Kessier naar David. 1-4. En dan gaan we dus wel voor de derde keer verliezen. Kan er nog een goaltje bij? Nou nee. Rodrigo. Goeie genade. Ja, dit kan ook nog wel bij. Tarkowski. Helaas. Als hij zelfs fouten gaat maken, dan weet je dat het klaar is. En dan denk ik van ja, weet je wat. We gaan gewoon lekker door. Dit is een lekkere. Vladic. Hij mag spelen, want we maakten toch nog 1 goal met Weghorst in die vorige pot. Hij vervangt daar op die positie dus Rodrigo. Want ja, vanwege die misser. Weet je, als hij zo'n misser maakt, dan is het ook gewoon klaar. Dan moet je deze ploeg ook gewoon gelijk uit, zodra ik daar de kans voor krijg. 6-3 gaan we dan dus. En dan weer een spannend potje. Maar Weghorst staat er wel als het spannend wordt. We winnen niet alles, natuurlijk niet. Dat is misschien een beetje te veel gevraagd. Maar kijk even jongens, hey. Genoeg momenten om te genieten van onze Ome Woodgroe. Met dit team, het team dat je nu ziet... Of het team dat je na deze pot ziet, beter gezegd. Lekkere goal tegenstander. Gaan we ook de Weekend League spelen. Sterker nog, deze video is allemaal wat later geüpload dan ik had gehoopt. Ik heb afgelopen Weekend League met deze Woodroe ploeg gespeeld. Hij scoort er nog 4 in de laatste pot. De 10e pot van dit weekend. 7-3. Dat is meer dan ik had durven dromen te gaan halen. Het enige jammer is dat we maar 1 rang hoger hebben gehaald dan... De basic Weekend League kwalificatie rang, zeg maar. Nog wel wat upgrades. Joe Gomez zag je. Je zag Fred. Nou ja, nog wat dingen. Jullie zagen het allemaal op beeld. 31 punten. En jullie mogen nog 1 upgrade bedenken. Hebben we op stream gedaan. Zie je in de volgende video. Dankjewel.